Het had niet veel gescheeld of de Tielse najaarskermis was voorgoed voorbij. De exploitanten van de voormalige kermis op de Waalkade hadden aan het gemeentebestuur aangegeven er geen heil meer in te zien, omdat ze te weinig verdienden. Die signalen kregen we binnen en toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken met een werkgroepje. Want die vonden soms tolk, Wim van Baal, Martin Koning en ikzelf. En zo zijn we mensen bij elkaar gaan zoeken. De juiste stakeholders, om het zo maar te noemen. Mensen die enthousiast zijn om toch de kermis te kunnen bouwen. Waaronder een bakker van Nooijen met de kermiskoek. Nou, Ekkelboom, de kermisexploitant van de regio. Het hart van Tiel, die echt de schouders eronder zet. De familie Ekkelboom werd benaderd en was meteen enthousiast om mee te werken. Ja, al die mensen die zij druk hebben gemaakt, die hebben een zee van druppels water versleten in die tijd voor het voor elkaar te krijgen. En dat neem ik het petje vooraf. Want iedere bestuurder zegt met een rond vooruit kijken, maar het valt niet mee om vooruit dingen in orde te krijgen. Wim van Baal van de raadswerkgroep is maar wat blij dat alle neuzen op tijd de juiste kant op zijn gaan staan. Een ruimte gekregen van het college ook om te onderzoeken en te kijken is het weer haalbaar om de kermis weer terug te brengen naar Tiel. En dat is gelukt. En daar zijn we ook trots op. We zijn blij dat er een kermis staat op Bleekveld, eenmalig. En dat het gewoon een opmaat is, net wat ik zeg, een opmaat is naar de komende jaren. Dat het groter wordt, dat de stad erbij betrokken wordt. Ja, dat het weer gaat leven, gaat bruisen.